Welkom allemaal bij onze nieuwe vlog. Ja, nummer 53 alweer. Ja. Dit wordt dan even een hele andere vlog dan jullie van ons zijn gewend. Want ik ga vandaag jullie laten zien hoe je arm moet breien. Ja, een sjaal. Dus daar ga ik jullie zo meteen in meenemen. Maar ik zal eventjes zo meteen mijn statief erbij pakken en dan. Ga ik het jullie laten zien hoe je dus moet breien en met je armen? Helemaal. Nou, ik had wat beloofd om dus jullie te laten zien wat ik ga maken. Ik ben ook dus eigenlijk even ondertussen de hummeltjes aan het kijken, maar die ga ik zo meteen even op pauze doen, want anders kunnen jullie mij niet horen. Dus, die zijn nu even op pauze. Maar ik ga jullie dus laten zien, met beperkt licht eigenlijk wel, maar oké, maakt niet heel veel uit. Maar ik ga het wel proberen. Om dus jullie te laten zien hoe je dus een sjaal moet maken met je armen. Ja. Je hebt dus, nou ja, touw. Lieve schat, dat gaat niet. Nee, dat zeg ik, dat gaat niet. Wat jij dus nou net deed. Nee. Nou, dan doe je dus 1, 2 en 3. Waarom zo lang? Dat is dus straks voor het afhechten als je dus klaar bent. Ja. Nou, dan pak ik weer even wat meer wol, touw, wol. Ik vind het helemaal prima. Ja. Dan maak je dus een knoopje. Zodat je dus, zometeen. Kijk. Laat het nog een keertje wel even zien hoe ik het deed. Pak ik dus hier ook. Even om mijn hand. Laat me het even scherp stellen. Ja. Laat me het gewoon even scherp stellen. Deze die zit dus aan de bol vast. En dit is dus mijn hele lange sliert. Doe ik dit om mijn hand vast. Zo. Pak ik deze, die sliert, pak ik doorheen. Die ga ik hier dus doorheen halen. En in één keer heb je dus een hele mooie steek te pakken. Dan kun je hem groter maken. En je kan hem dus ook weer gewoon kleiner maken. Zoals je ziet. Nou, dat is dus al je eerste steek. Nou, en ik ga dus 20 steken maken. Maar deze laat je dus lekker met rust. Daar heb je dus helemaal niks aan. Hier heb ik een hele bol met wol. Nou, die hebben we dus nou nodig. Dus, dan heb je dus je hand. Doe je hier omheen en hier omheen. Dan pak je deze. Nou moet ik even zelf even nadenken. Voordat ik weer wat ga zeggen. Je hebt dus dit om je hand. Pak je deze. En dan doe je het eigenlijk hartstikke idee zo. Pak je om je hand. Ik zal even draaien. Dus de kant even van de bolkant. Doe ik deze even hier achter. Ja. Ik hoop een beetje wat even iets meer licht volgens mij. Zometeen. Hoop ik. Hoop ik. Yep. Pak ik dus de ding even van de wol. Doe ik zo. Om mijn hand pak ik weer van die wol. Die gaat eigenlijk kruis links. Laat ik deze los. Daar gaat mijn hand doorheen. Gewoon eigenlijk een lus. En dan zo ga je verder. Laat ik het even van de andere kant zien. Doe ik het zo. Doe ik het zo. Heulen. Maar zo. Ja, gewoon zo. Zo lekker makkelijk, zeg maar, Karin. Ja. Is gewoon de touw en van de wol. Kijk maar. De wol die leg ik even hier dan neer. Zodat jullie kunnen zien dat ik van de wol afpak. Zo. Pak ik de hand waar je dus eigenlijk niks mee doet. Daar pak ik hem van. Doe je zo.
Die kant die je hier hebt zitten, de wol. Dus hier aan nikt. Hier, ik zal even deze even omhoog doen. Zo. Deze, die pak je. Daar doe je eigenlijk je hand doorheen. En trek je een beetje aan. Nou, ik ga even verder in totdat ik 20 steken heb. En dan kom ik weer terug. Nou, ik heb dus nu 20 steken op dit moment. Ja. Ik heb op dit moment 20 steken. Ja, ik weet ook niet waar ik nog meer licht vandaan kan halen. Dus jullie moeten het eventjes met dit gaan doen. Misschien dat ik jullie een stukje dichterbij mijn bureau kan halen. Jullie dan wel meer kunnen zien. Dat kan. Dat weet ik dus nou niet. Maar oké, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Nee, heb je en ja, kan je krijgen. Nou, ik heb hier dus nu 20 steken. En dat gaat dus hierop. Je hebt dus weer de hele lange touw uit van de wol. Kijk. Deze gaat helemaal hier naartoe. Kijk maar. Ik pak het eventjes op. Kijk. Allemaal uit van de wol. Kijk maar. Want deze, die zit achter mij. Mooi. Dan pak ik dus deze. Ja. Dan pak ik dus deze. Deze gaat er overheen. Deze gaat dus er doorheen. Het gaat dus op je andere hand. Dus heb je dus deze. Die hou je vast. Pak je dus de andere steek. Dan hou je deze doorheen. En dan gaat je hand er doorheen. En pak je weer die ene steek van je andere hand. Gaat die draad er doorheen door die andere steek. Laat je vallen op je andere hand. Dus pak je deze. En deze draad heb je in je hand. Laat je weer om je andere. Zo. Dus pak je deze steek. Gaat over je hand. Die andere draad er doorheen. Heb je dus je steek. Ja. En zo gaan we gewoon verder met steken maken en met armbreien. Dus je pakt die andere steek, de draad er doorheen, de draad over je andere hand. De steek van je andere hand, draad er doorheen en dan op je andere hand. Dus deze draad gaat door deze steek heen. Kijk maar. Deze heb ik vast. Die hou ik vast. En heb ik deze. Hartstikke idee. Dus gaan we gewoon even door. En op deze hand. Deze steek. De draad er doorheen. Op je andere hand. Steek pakken. Draad er doorheen. Op je andere hand. En zo gaan we gewoon door. Ook gewoon weer zo meteen op de andere hand weer. Ook weer op deze manier. Misschien dat ik even goed ervoor moet gaan zitten. Kan ook. Een beetje er vanaf. We zullen het even zien. Hebben we nu nog 4 steken. Hebben we nu nog 3. Hierna nog 2. En dan gaan we gewoon weer op de andere hand zometeen weer verder op deze manier. Laatste steek. En hartstikke mooi. Mooi, dan hebben we dus deze kant. Deze arm weer vrij. Ik wil eventjes weer wat wol ervan afhalen van mijn bol. Zodat ik weer een beetje genoeg heb voor 20 steken. Zo. Ja. Zo, nu heb ik wel weer even genoeg. Dan gaan we eigenlijk gewoon weer door waar we gebleven waren. Dus dat is met deze hand. Gaan we dus weer op deze hand doen. Dus deze hou je vast. Pak je 2
gewoon één steek. Hartstikke idee. Haal je hem er doorheen. En je andere hand er weer doorheen. Beetje aantrekken. Hoeft niet heel strak. Het moet wel over je hand heen kunnen. Dus deze haal je vast. En zo er doorheen. Mocht je deze video nou niet duidelijk vinden, dan doe ik even bovenin een kaartje van Kreftmama. En dan kun je daar ook goed kijken. Maar ik probeer het ook eventjes met bijzonder licht te doen. Dus ja. Dus deze draad haal je vast in je hand of op je wijsvinger of op je duim. Maar ik heb hem gewoon in principe zo. Pak je dus deze twee. Overheen, haal je vast, kijk. Dan doe je gelijk je andere hand er weer doorheen. En klaar. Kan je tegen wol? Nou, dan is dit lekker warme sjaal. Want ik heb er alleen. Deze maak ik ook weer voor een goed doel. Ja. Ja, die maak ik dus gewoon weer voor een heel mooi goed doel. Daar laten we meer over na 7 december, sowieso. Nou, en zo gaat het eigenlijk verder. Als ik zo meteen op de halve wegen ben, dan laat ik weer even wat zien. Anders worden jullie wel helemaal gek. Doe ik nog even één rij op deze hand. Zodat jullie het even weer wat goed kunnen zien. Kacheltje kan ook weer even uit. Doe ik even lekker met mijn telefoon. Ik ben niet lui, maar ik wil wel eventjes niet iedere keer uit beeld hoeven lopen. Even kijken of mijn kachel uitgaat. Ook zoiets? Nee. Alles sluiten. Mijn toon weer pakken. Ja, ik heb de toon. Ideaal. Ik zou niks anders meer willen. Ja, en daar is mijn kachel uit. Nou, dus deze heb je vast. Ik probeer hem even dichterbij te halen. Deze hou je vast. Dit zit dus aan je sjaal vast. Deze gaat even weer daar naartoe. Dus deze hou je vast. Pak je dus je eerste steek, haal je er doorheen en dan heb je deze los. Dan steek je je andere hand er doorheen. Beetje aantrekken, hoeft niet heel strak. Dus deze heb je dan weer vast. Deze steek er overheen. Ja. Ik zit even dus in mijn problemen. Ja, nou niet meer. Dus deze er doorheen. Hou je vast. Pak je weer even op als je hem los hebt. Dus hou je vast. Zo. Nou heb ik los, zie je? Dan pak ik hier alweer de draad op. Deze pakken. Kijk, en dan komt het er eigenlijk zo eruit te zien. Rare sjaal en mensen, ja ik weet het. Hij is oh zo warm. En dit kun je eigenlijk doen in 30 minuten. Dus wil je iemand verrassen? Voor deze koude maanden onder de kerstboom? Of voor Sinterklaas? Nou, eventjes een kleine update hoe ver ik al dus al ben. Ik heb dit al helemaal gedaan. Ja. Dit is eigenlijk alweer een nekbreedte, maar ik wil hem nog even langer hebben. Dus ik ga nog even door. En dan ben ik weer zo meteen bij jullie terug. Nou, daar waren we weer. Ik ben dan weer aardig opgeschoten, wat jullie kunnen zien. Ja, ik ben echt aardig opgeschoten. Maar ik moet nog eventjes, want ik heb dit nog over. Er ligt even wat aardig al wat nog op de grond. Dus ja, ik neem jullie weer een klein stukje mee. En totdat ik bijna aan het eind ben, dan laat ik ook zien hoe je moet afhechten. Ja. Dus dat wordt ook nog weer een klein dingetje.
Maar ja, zoals jullie zien, gewoon nog steeds met deze bezig. Eén pakken, er doorheen halen, hand er doorheen en weer klaar. En zo gaan we gewoon weer bezig. Is helemaal niet moeilijk, is ook zo makkelijk. Ja. Is gewoon lekker makkelijk zo. Ideaal. En dan zeg ik altijd weer, de kind kan de was doen. Ja, de kind kan de was doen, inderdaad. Er zijn mensen die daar even anders over denken dan ik. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon door. Gewoon deze paar pakken. En er doorheen. Deze draad door de oude steek er doorheen. Deze draad. Pak je de lus. Hij er doorheen halen. En zo maak je gewoon dus een hele grote, lange sjaal. Ja, precies. Zo maken wij dus een sjaal. Armsjaal. Nou, ik heb hem even eventjes ergens anders neergezet. Misschien dat ik jullie weer wat beter dingen kan laten zien. Ook een hele leuke. Ik heb dus deze vast. Deze hoort dus bij de bol. Ja. Zo. Hier al is mijn hele lange sjaal al, zoals jullie kunnen zien. Leg ik even lekker op mijn schoot. Heb ik hier al dus allemaal steken. Deze hou ik dus vast. Haal ik een steek van mijn hand af. En die haal ik er dus doorheen. Doe ik op mijn andere hand. Dus deze steek hou ik nou vast. Op mijn andere hand pak ik de steek van mijn hand af. Zo. En dan pak ik dus weer die andere lijn van de draad. En hartstikke idee. Heb ik er nou weer hier alweer twee op zitten. Dus deze pak ik. Gaat er doorheen. En als je dit vaker doet, gaat het vele malen sneller. Dus wat ik doe. Nou, zo maak je dus een hele mooie lange sjaal, steek voor steek. En ik zit nog steeds eigenlijk de hummeltjes te kijken, alleen als ik dus dit even aan jullie laat zien, ja, dan kan ik dat dus niet, want ja, dan hebben jullie dat dus door het geluid heen. Dus ja. Ja, zo. Dus kijk, nu heb ik dit. Laat ik het weer even rustig zien. Haal ik deze steek. Deze er doorheen. Laat ik los. Gaat deze er doorheen. Pak ik mijn draad weer op. En dan is het zo. Pak ik weer deze. Pak ik de steek van mijn hand. Haal ik deze er doorheen. Mijn hand er weer op. De steek weer op mijn hand. Zo, dus deze steek haal ik van mijn hand af. Zo, laat ik los. En deze doorheen. Pak ik deze weer op. En zo gaan we gewoon weer door. Wol pakken op mijn bureau. En zo gaan we gewoon door. Totdat we de gewenste lengte hebben. Ja. En zo ga ik dus nog wel even door. Ik laat het wel jullie even een heel stuk zien. En ja, dat is mijn huistelefoon. Die heeft dus weer in de oplader gehad. Is ook soms wel eens even nodig. Ja, ik haal eventjes wat wol van de grond af. Leg ik even allemaal op mijn bureau neer. Ja, dat was wel zo handig. Zo,
Dus hier heb ik dus helemaal niks. En hier komt dus die 20 steken er zo meteen weer op. Hou ik deze vast. Doe deze er overheen. Hou ik deze vast. Laat ik los. Dan gaat dit dus weer hier omheen. Pak ik deze koord weer. Pak ik deze. Gaat er weer omheen. Laat ik los. Maar ik heb deze nog steeds vast. Die pak je ook weer vast. Gaat deze er weer omheen. Laat je los. Dan heb je gewoon weer gelijk een andere lus. Dus dit wordt weer je lus wat om je hand heen gaat. Deze. Maar dan moet deze dus wel eerst die oude lus hier omheen. Laat je los. En gelijk weer een nieuwe lus. En zo gaan we gewoon even door. En dan ga ik gewoon even op mijn eigen tempo. En ja, ik gebruik twee kleuren. Je kan ook drie kleuren gebruiken. Je kan ook vier kleuren gebruiken. Net zoals hoe dik jij het wil hebben en hoe mooi, et cetera. Maar dan wordt het wel lekker zwaar en wel lekker warm ervan. Maar ik gebruik twee kleuren. Deze bolle wol heb ik er bij de Action vandaan. Wel de grote pakken, want anders heb je er weer ook niks aan vanzelf. En toen was het in één keer weer koud op mijn hand heen. Want ja, dit wordt warm. Nou, nu heb ik deze weer helemaal vrij en deze weer 20 steken. Nou, en dan gaan we gewoon weer op dezelfde manier weer verder. Deze, dit wordt weer de nieuwe steek wat om je hand heen gaat. Kijk, dan pakken we deze. Houden we deze vast, zie je? En dit wordt weer de nieuwe steek. Deze laten we nu los. Ga daar je hand er doorheen. Pak je die draad weer op. Een beetje aantrekken. Of niet zo heel erg strak. Pakken we deze weer. En zo gaan we weer verder. Is niet zo heel moeilijk. De kind kan de was doen. Zoals kinderen rennen dit. Als ik dit heb geleerd en van Gref Mama, dan kennen jullie dit ook. Ja. Nou, ik ga dit weer eventjes op mijn eigen tempo doen. Zo. En dit is gewoon een heel lekker bezigheidstherapie. Want dit kan je ook gewoon tijdens het tv kijken. Ik ben nu wat langer bezig. Omdat ik voor jullie bezig ben. Het is nu alweer 5:15. Ja, in de avond. Maar dat maakt me helemaal niet uit. Ik ben lekker bezig voor jullie. En daar gaat mij het om. Ik wil jullie vermaken. Dus vind je dit nou leuk dat ik iets maak? Laat het me weten in de comments. Dan ga ik dit vaker doen. Met leuke dingetjes maken. Want er bestaat ook een groep op Facebook. En dat is de anonieme sjaal. Ja. Zo. Ik heb hier een beetje wat meer wol. Dus deze. Hartstikke idee. En deze gaat er weer omheen. Dus deze leg ik even daar neer. Dus deze heb je vast. Die hou je vast in je hand. Haal je deze er omheen. Dan laat ik deze een beetje wat meer dichterbij. Dus deze gaat om je hand heen. Deze er overheen. En als ik dit doe, heb ik ook helemaal geen last van mijn reuma. Nou ja, wel soms, maar niet altijd. Ik ga even wol pakken, want anders dan werkt het niet echt. Ik wil wel even doorgaan vanzelf. Als ik bijna klaar ben voor het afhechten, want ik moet nog een klein beetje. Ik doe nog even deze hand voor jullie laten zien.
doe deze nog heel eventjes op mijn eigen tempo. En dan die andere weer even niet. Neem jullie gewoon even lekker helemaal mee, zo wat. Nou, daar zou je mijn moeder hebben. Dat zeg ik, dat is mijn moeder. Dus die ga ik even opnemen en dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Nou, dit is al een hele lange grote sjaal. Maar ik ga nog even twee keer, dus nu één en dan weer even kijken. 1, 2. Ja, normaal doen als het goed is. Dus is 1, zo. 1. Jut. Ga ik zo nog even lekker door. Nee, dat was niet echt leuk nieuws. Maar dat had mijn moeder die belde dus, nou net. Ja. En haar schoonmoeder ligt in het ziekenhuis. Nu 9 maanden is ze haar man verloren. Vandaag, helaas. Mijn stiefvader. 9 maanden terug, vandaag. En gisternacht is mijn oma, dus mijn stiefoma, opgenomen. En haar suiker is veel te hoog. En ze krijgt nu, het hoogste niveau van zuurstof. En nou alsnog ligt ze te happen, dus naar adem. Dus dat gaat niet goed, maar oké. Om onderwerp, we waren met de sjaal bezig. Ja. Nou, ik ga gewoon zo meteen lekker afhechten, denk ik. Zo, maar eens even. Of kan ik nog? Ja, ik kan nog één ding. Ja, en dan ga ik afhechten. Dus ik ga nu nog één keer naar deze arm. En naar deze arm, dan ga ik afhechten. Ja. Ik denk dat ik dat dan moet gaan doen. Als ik het zo goed ga bekijken. Zo. Als ik het goed heb hoor. Ik denk het wel. Ik zit eigenlijk een beetje aan mezelf te twijfelen. Wat vertrouw jij niet, schatje? Wat vertrouw jij niet? Is dat zo, schat? Ja, meisje, wat is er? Tell me. Hé? Ja, joh. Ik vind het goed. Nou, dit heb ik nog over. En hier ga ik mee dus afhechten. Ja. Oké, dat gaat heel anders. Ik heb hier al dus wel dit vast. Dit gaat gewoon eromheen. Dat is 1. En dan nog een keertje 2. En nou pakken we de laatste. Deze eigenlijk. Deze gaat dus hier omheen. Dus deze gaat hier omheen. Zo. En deze laten we los. Zo. En dan pakken we weer deze. Het gaat hier weer doorheen. En dan pakken we weer gelijk de laatste. Die gaat hier weer omheen. Even een beetje te strak gedaan, maar oké. Yep. Dan pakken we weer deze. Gaat er overheen. Gewoon eigenlijk weer hetzelfde. En dan pakken we gelijk weer de laatste. Zo. En dan pakken we weer gewoon weer een lus. Gaan we gewoon weer door. Dan pakken we weer gelijk de laatste. Die we net hebben gemaakt. Ja. Pakken we hier alweer. De lus. Hier weer doorheen.
pakken we weer de laatste. Van die ene hand. Ik heb hem weer een beetje te strak gedaan, maar oké. Om mijn hand heen. Pakken we weer deze. Laten we hier weer doorheen. Pakken we hier weer de laatste. Pakken we deze weer. Lusje maken om je hand heen. Pakken we weer de laatste. En zo gaan we door. Om het helemaal af te hechten. Ja. Dus als je gaat afhechten, is het gewoon eigenlijk even twee lusjes maken. De laatste, de laatste. Dus niet de eerste, maar de laatste gaat over de eerste heen. Laat je deze dus weer los. Want het moet een knoopje worden. Pak je hier alweer de lus. Ga deze weer er doorheen. Pak je deze. Die gaat hier al overheen. Laat je dus die ene draad weer los die je hier al vast hebt. Pak je hier alweer de lus. Gaat er overheen. En zo maak je dus weer een knoopje. Laat je deze weer los. En zo gaan we door. Dus niet vergeten als je gaat afhechten. Zo. Laatste lus, eroverheen, over die eerste lus. Pakken we deze weer. Laatste lus. Eerste lus weer pakken. Laatste lus eroverheen. Zo. En dan hebben we hier nog één lus en hebben we hier nog één lus. Hier gaan we een lus maken weer. Zo. Met deze eroverheen. Yep. En met deze lus er weer doorheen halen. Deze. Dan gaan we deze doorheen halen helemaal. Ja. En dan hebben we deze helemaal afgehecht, mensen. Yep. We hebben hier een hele lange draad nog. En dan hebben we hier een hele lange draad. Ja. Nu gaan we dus deze sjaals. Sjaal, het is maar één sjaal. Eventjes langs elkaar heen halen. De goede manier. Even die aan die kant. Zo. Zo, hartstikke mooi. Ik heb even hier ook klein werkruimte, maar dat maakt niet helemaal uit. Maakt helemaal niks uit voor mij. Kan alles, scheelt. Vrouwen kunnen alles, hè, tegenwoordig, zeggen ze. Nou, dan ga ik dit dus aan deze kant weer vastmaken. Yep. Ik ga deze ga ik helemaal hier aan vastmaken aan deze. Ik laat jullie ook gelijk even het eindresultaat zien. Ik heb even helemaal mooi afgedicht. Ja, helemaal aan elkaar vastgemaakt. Nou, dit is dus de sjaal. Die kan ik lekker om me heen doen. Kijk. Ja, moet het wel willen vanzelf, wat ik wil. Kijk. Even een kwartslag. Als ik idee heb ik een lekkere warme sjaal. Maar die is niet voor mij. Maar die is voor een heel goed doel. Alleen dat kan ik dan helaas niet filmen wanneer diegene het krijgt. Helaas. Maar oké. Okay. Maar ik denk wel dat en dat diegene er heel blij mee zal zijn. Dus dit is mijn sjaal. Heb ik al lekker om gehad. Dus ja. Ik hoop dat diegene er blij mee is. En ik ben blij en dat dit dus ook gewoon op voor altijd gewoon online staat. Ja. Dus
Ja, het is voor een meisje die, meisje die 21 jaar is. Dus die denkt wel en dat ze er heel blij mee zal zijn. Dus, vinden jullie dit nou leuk? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes op ons kanaal. En laat eventjes een reactie achter. En mocht je ook sociaal willen, van mij of door jezelf. Ik zou zeggen, laat het ook eventjes in de comment achter. En dan misschien dat ik er ook misschien eentje voor jou kan maken. Wie zal het zeggen? Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Laters!